Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brachten gisteren een bezoek aan de Krimpene Waard. Ze gingen onder meer langs bij gastenboerderij De Appelgaat in Gouden Rak. Heel erg leuk bezoek gevonden deze dag. Heel bijzonder ook, ja. Waar heeft u het allemaal over gehad? Ja, met name ook over de natuurontwikkeling, hè, waar we dus in pilotvorm in de Noordrand van de Krimpene Waard mee bezig zijn. In samenspraak met de provincie, om dan nieuwe vormen van natuur te creëren met inverdienmodellen. En waar we dan allemaal tegenaan lopen en wat we realiseren, als ook soort termen komen in orde. In dit kader werd gesproken over de problemen rond derogatie en fosfaatrechten. En natuur inclusief landbouw is eigenlijk een grijs gebied in deze. En NVWA die heeft controles uitgeoefend. Ja, en daar is een discussie gaande van ja, waar valt dit onder? RVO weet het ook niet precies. En ja, EZ is ermee bezig. En, met name die duidelijkheid, dat is belangrijk dat dat heel snel komt. En voordat boeren ook stappen gaan zetten die hier zitten, die nog wat willen. Het koningspaar bleef ruim een uur op het bedrijf van de familie Blanke. In dat uur kregen ze veel te zien. Onder andere onze bed en breakfast, de Appelgaard. En de hele benedenverdieping en ook nog een gedeelte boven gekeken. En het gesprek was eigenlijk in onze gezamenlijke ruimte. En natuurlijk ook de koeien en buiten het gebied waar het om gaat eigenlijk. Ja. Voelt u zich uitverkoren? Ja, dat voel ik me zeker wel. Ja, ik voel me zeker uitverkoren dat ze ons bedrijf uitgekozen hebben. Ja.